Volk. Ekkerstein in Amsterdam, de huidige president van de Koor Crusaders, Kerstvis en Sangkoor. Die ontstaan van die koor 70 jaar geleden. Die eerste koor wat gestig is in Worcester was die Vriet in die jaar 1947. Die eerste zondag in februari 1948 het daar competitie plaatsgevind op die oude sportgronde daar waar die woonstellen vandaag staan in Rooi. Na afloop van die competitie het die Vliet in Troetestraat opbeweeg en daar het een paar jongmannen op die stoep van een Willie Weilum Willie Februari gesit. Dat was in Troetestraat nummer 21. Die mannen het daar gekyk toe die Vliet voorbij stap en mensen zoals Pieter Krier, Weilum Pieter Krier het ook samen gestap en het ingedraaid bij hulle daar op die stoep. Toe vraag die manne, kan ons hier ook ons eie koor tot stand bring? Die saaikie was gepland en 2 weken later was die eerste vergadering gehou. Die eerste vergadering was gehou daarby om Willie Februari se huis, Troetestraat 21. Die belangstelling het so groot geraak in die nieuwe kerstfeestkoor dat die huis het te klein geraak. Hulle moes toe beweeg naar die Evelyn bioscoop wat in Leipoortlaan waar die nieuwe apostoliese kerk vandag geleë is. So het die manne bij elkaar gekomen dat die mannen wat daar die rol gespeeld was Daniel Jefta, bekend als een Boutisana, Adam Fransman, bekend als Adam Kwas en nog vele anderen, tezamen met een Willie Februari en een Pieter Krier. Ik is Rudolf Johannes, Amsterdam. Ik was in juni 1949 was ik in Crusaders aangesluit. Tot ik toch ook een beetje kieke mens, verdwaalde een beetje, die vallen een beetje af. En toen zo'n beetje van weg, het wind van de koer af. Maar ik ben weer teruggekomen. Dat ik nog vandaag nog altijd weer is, daar is wat ik nou in de koer is. Een mens verdwaald was me altijd, als je nog jong is, dan kijk je de jong leven op, zoek je jong leven op. Dan vergeet je wat ze nog koor. Maar ik is dankbaar dat ik weer teruggekomen ben naar die koor toe, dat ik vandaag nog altijd daar is. Zo, de 70ste verjaardag van ons, heb ik groot deelname daar aan. Laat had ik weggedwaald, had ik weggewezen. Ik heb een dam ingezet en dat is 7 jaar om. En dit oostzondag, elke zondag een vergadering. En dan hadden we zondag maar een vergadering toen hij uit met de kinderen. En toen één zondag besluit hij, en hij gaat op vergadering toe, dat hij nou nog weer koren. Die zonde wat in mijn hart was, dat is het eerste kom gewinnen op Holland Park, was geweest. My God, my Father, hij is zullen wat ons gebrengd heeft. En ik zal het nooit vergeten, dat ben ik zo in mijn achterkop die dag, wat is om mij blauw pakken, wat het aangaat. Er had nog een mannetje wat vriend, toen kom je en zeg je, man,
kan je niet weer rijden zo voor zo spelen. Ze zei, man, als je niet weer voor weer zo kan spelen. Maar toen was er weer voor de publiek het weer gespeeld. En de publiek kan niet verstaan dat een meisje, als je één keer solo gespeeld hebt op een competitie, dan ga je weer zo spelen als je omgespeeld hebt niet. Maar als dat voor die mensen tevreden was, dat er weer gespeeld. Toen my God, my father, hij is een solo wat bij mij had. En als er bij meer aangewakkerde solo's had dat op de boordcompetities gewend. En toen zei ik, kom weer, die foto wat ons kan getegen, wat ons gewend was het, hij kon naar drie keer gewennen, maar die raad het niet voor dat vorige keer om een beker voor ons als eigendom te nemen. En dat is, als je daar die beker drie keer achter elkaar bent, dat is het jouw eigendom. Maar alle die voor dat hij voorrecht en hij vorige keer gegeven. Ik is Naula Kei, ik is tans die voorzitter van Crusaders Kerskerskoor. Koor is in 1948 gestig. Mijn doel bij die koor is maar net om die koor bij elkaar te houden, die leden bij elkaar te houden. En dan ook om die doelstellings van die koor uit te leven. Koor is met die koor zijn traditie uitleven en die traditie voortzet. En dat is voor mij ook nog als leider bij je belangrijk. En dat leeft mij bij je na in je hart om die koor voor en toe te vatten, voor en toe een nieuwe generaties. En meer wil ik met die koor ook zelf geluk wensen op zijn 70ste verjaarsdag. Dat is een merkwaardige mijlpaal in het leven van die Crusaders Kerskerskoor. 70 jaar is niet te besmaaien. Zoals jullie reeds weet, is het vandaag één dag van het koor gestig is. Tot nu toe het daar baie mensen in die koor gekom. Baie mensen het ons ontval, maar die wat nog achterblijft voor ons as wat nou die generatie is, wil ek net sê, ons moet hierdie koor met ons voor en toe vat in die lewe. Ons moet die koor koester. Die koor is leef vir ons allemaal na aan die hart wat daarin behoort. En ons wil graag hê, ons moet nog tot een lengte van daar bestaan. En dan wil ons ook de Hemelse Vader, die Heere, Jesus Christus, dankie sê vir die geleenthede wat hy vir ons skep op hierdie aarde. Is die hom dat ons nou nog bestaan vir 70 jaar. Dit was nie makkelijke 70 jaar nie, maar ons lede is as een familie by mekaar en ons moet hierdie koor voor en toe vat. So 70 jaar, maal 70, maal 70. So, baie geluk, Crusaders Kerskerskoor. Ons wil julle net wat die koor sê, die allemaal wat in die koor sê, kom ons staan saam, kom ons wees een eenheid, en kom ons in die koor tot die hoër hoogtes. Dankie.